Mijn naam is Luc en na het skiën zijn groep zal ik u zo een aantal krachtoefeningen laten zien voor de schouder. Al deze oefeningen zijn lichter of zwaarder te maken door het gewicht aan te passen. U ziet een aantal materialen om me heen waarmee u dus zelf het gewicht kan bepalen. Dus kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van deze dumbbell, aan te passen ook weer in gewicht. Maar mocht u dat nou niet thuis hebben, kunt u ook een aantal andere materialen gebruiken. Bijvoorbeeld een fles water. Kunt u natuurlijk half vullen, kunt u hem leeg laten, of u kunt hem zelfs vullen met bijvoorbeeld zand, waarmee je dus ook weer kan variëren van licht naar zwaar. Mochten deze twee dingen nou ook niet aanwezig zijn, of ook niet zwaar genoeg zijn, kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van een tas. Dan denkt u natuurlijk, een tas is helemaal niet zwaar, dat klopt, maar ook die kunt u weer zo zwaar maken als u zelf wilt, door bijvoorbeeld een aantal boeken erin te doen. Op die manier wordt de tas weer zwaarder, kunt u ook op een zwaardere manier trainen. Dus je bent zelf helemaal vrij en creatief genoeg om deze oefeningen aan te passen naar uw gewenst gewicht. Succes! De push-up, ofwel het opdrukken. Een welbekende oefening voor iedereen, maar met vele variaties. Ik ga er een aantal laten zien. Lichtste vorm tegen de muur. Gaat je armen schouderhoogte. Kies zelf een gewenste positie. Hoe schuin je gaat staan, hoe zwaarder het wordt. Zak door je ellebogen richting de muur. Een tikkeltje zwaarder is op de grond of op een matje. Steun op uw knieën. Ga in de welbekende push-up houding zitten. En zak ook weer door een elleboog. Hoe dieper je zakt, hoe zwaarder het zal worden. Dan gaan we vervolgens uit bij het klassieke opdrukken. Zorg dat je helemaal recht lichaam hebt. En zak je bij ook weer door de ellebogen met je borst richting de grond. Kun je ook kiezen om je handen bij elkaar te zetten. Maak met je duim en wijsvinger een driehoekje. En doe dezelfde beweging. En eventuele andere variaties nog door je voeten op een verhoging te leggen. En ook weer op te drukken. Ik doe nog een variatie. Ga in de plankhouding zitten. En ga van de plankhouding naar de push-up houding.